Voor mij is in ieder geval de perfecte BH de perfecte pasvorm, want zo pak ik hem dan op. En nou, toen ik zeg maar 5 jaar geleden, want ik ga regelmatig zelf ook nog in de winkel staan. Dan was het is natuurlijk voor mij een soort Russisch roulette. Want ik kan iedere vrouw voor me krijgen met iedere soort maat, omvang, figuur. En van, nou ja, geef maar een BH en die moet passen. En dan was het zeg maar van de 10 vrouwen kon ik er zo 7, 8 helpen. En dan met kromme tenen had ik voor 3 dan toch niet de goede maat. Of hij zat niet helemaal goed. En eigenlijk de laatste 2 jaar is het eigenlijk 10 op 10. Dus dan ga ik helemaal, yes, zo naar buiten toe. Dus ja, op pasvorm denk ik dat ik echt een hele slag gemaakt. Ik word er ook echt om geroemd. Zelfs vrouwen die zeggen, oh, ik vind het nooit en ik heb zo'n moeilijke maat. En ook in de grote maat is natuurlijk veel zeer daarin. Hè, dat er toch ja, niet veel mooie BH's ervoor zijn. Dus ja, het is wel heel erg mijn ambitie om de perfecte BH te maken. Een ander advies dat je in je boek geeft, het is heel belangrijk om de juiste pasvorm te hebben, is belangrijk om enthousiast te schudden. Ja, moet ik het voordoen? Maar ja. Meneer van het geluid vindt het misschien niet goed. Ah, probeer toch maar de geluiden nemen erbij. Belangrijk is de schudden, dus dan moet je naar voren, hieronder pakken. Ja. En dan moet je zo je borsten... schudden. Zo. Je kan ook zo doen, ja. Maar meestal doen vrouwen dan zo. Ja. Ik heb veel mensen in mij, ik heb veel vrouwen in mij. Ik ben gekozen zakenvrouw van het jaar, dat is natuurlijk superleuk. Dus ik ben absoluut zakenvrouw en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ja, ik heb natuurlijk ook absoluut die kunstkant in mij. Dus ik heb voor 1,5 miljoen euro aan kunst hier weten te krijgen. Nou, dat is natuurlijk super. Internationale kunst. En dat heb ik gecombineerd met mijn lingerie. Crossing her legs around the farmer's pole. Nou, een rolmodel van mij is Madonna. Dat was in de jaren 90. Ik ben toch een 41er. Dus voor mij is Madonna echt heel belangrijk geweest. Omdat zij een internationaal icoon is. Dus zij heeft echt de emancipatie op die manier, zoals zij het heeft gedaan, echt versneld. Ja, ik denk dat als zij er niet was geweest, dat ik het niet had gehaald. Want dan was de tijd er niet rijp voor. Dan was dit nog als te revolutionair gezien. Dus thank you, Madonna. Het verhaal hiervan is dat ik het heb geïnspireerd op birds, op vogels. Je ziet ook allerlei schilderijen die geïnspireerd zijn op vogels. En ja, waarom ik het dan persoonlijk zeg maar dat heb gekozen, omdat ik al van kinds af aan droom dat ik kan vliegen. Dus dat was eigenlijk het idee van mij. En dat is zo heerlijk en het lukt me nooit als ik wakker word. Willen jullie elkaar nog een keer schrijven? Ja, toch. Dankjewel. I'm opening here my store. It's a lingerie store. I designed the collection by myself in the store also. And I wait for 2 years to find a good place in Paris. But finally, I think now this is the perfect place. Beautiful boutique. So, and we celebrated that we have found a good place. Oh! Oh. Zijn jullie het nu? Bonsoir. Arnold King is only. Okay. I really want to please the woman by themselves. I think that's the most important, because if they feel self-confidence, that's the most important thing. If she feels self-confidence and she likes to please the men, it's up to her. But that's not my point of view. I focus on her. I think lingerie becomes very important. It's more like handbag or shoes. It's really a fashion item. You know, I know already that a lot of women start with first to buy the bra and then the outerwear. I tell my stories in my lingerie. The really plus I have is that the fit is really incredible good. That's what I hear from everybody. You feel very feminine and it's designed, so it's really very beautiful. But it's not that you feel very beautiful and sexy, but it's with lace and everything is going the wrong way, not a good direction. And if you are working, then your bra doesn't fit anymore. So it feels like if you wear a sport bra, so it's very comfortable and you look great the whole day. So it's comfortable and it's beautiful. Marlies Dekkers is a lingerie designer and she is a star in her country, the Netherlands. Her bras and garter belts has even been shown in a museum, the Rotterdam Center of Art. She won yesterday in New York the Sila Award, a very prestigious award, and she's our guest today. Hello, thank Hello. You very much for joining us. What about this blue, white and red outfit? Is it a tribute to the French flag or to the Dutch both, one? Both, we have the same colors. That's a nice thing. And was it
a vocation for you to design lingerie? Haven't you ever wished to create some more covering clothes, dresses, trousers? No, I always was really fascinated already when I was a child to do lingerie. It was a secret area under your clothes, so that's what I like. And of course it's difficult because it's a very small part and you have to design every time something new, but that's what I like. So let's come back to this first French catwalk, very blue, white and red too. And some of your models were walking with cheese, reminding the Dutch Gouda. So in the Netherlands, your lingerie became so famous that an exhibition has been devoted to it in a museum. How does it feel for a fashion, contemporary fashion designer being shown like that in a very prestigious museum? Of course, it's great that the people love it and also the museums like it. So the women from 15 till 80 loves it, and also all kind of areas where they work or where they live. But also museums like it, so it's really wide. Madonna, Pussycat Dolls, Kylie Minogue en Christina Aguilera zweren bij ondermode van Marlies Dekkers. Ze is uitgeroepen tot zakenvrouw van 2007, heeft een internationaal imperium opgebouwd en is de enige Nederlandse modeontwerper met een eigen winkel in Parijs. Hey, wat heb jij nou gedaan? Ik ben in het thema van vanavond. Wat is het thema dan? Hospital. Oh, sorry. Shit. Ik ga je vanavond onderzoeken. Hé, hey, Julia, man. Dat heb je nog niet. Hoeveel mensen backstage? Ja. Meestal heb je zo 175 mensen backstage. Wauw. Voor een show. Ja, vroeger deed ik allemaal zelf. Het organiseren, de choreografie, de muziek. En ja, dat is nu het luxe, van dat ik groter ben gegroeid, zeg maar, bij mijn bedrijf. Dat, ja, dat groter? Het, ik hoor het. Hoeveel mensen denk jij per maand aan, Marlies? 10 mensen per maand. Als tijdens zakelijke besprekingen gewoon ook in de huilen durft uit te barsten. Oh ja, dat vind ik geen probleem. Ja. Nee, maar ze zeggen altijd vrouwen moeten stoer zijn. Nee, als ik boos ben, ben ik boos. En als ik geëmotioneerd ben, ben ik geëmotioneerd. En ja, ik ga dat allemaal niet ingewikkeld zitten scheiden. Ik heb ook nog nooit gemerkt dat dat mij zwak maakt. En als je dus het beste uit mensen moet krijgen, dan moet je juist heel empathisch zijn en heel goed de people manager en niet... Weet je wel, maar met macho gedrag en dingen forceren. Ik denk wel dat je daarmee een organisatie kan laten.